U speelt muziek, ja. Zijn klanten lopen weg. Ja. Dat is een probleem. Dan moet hij zorgen dus dat hij dus betere menus presenteert, dat ze blijven, alhoewel het stoort. Als iemand bij een goed menu zit, mag nog storen, mag nog een bom vallen, is al niet vlucht. Meneer Van Malen, u hoort een stem van de duivel uit de hemel. Zo hebt dank u verklaard voor het compliment. Zo hebt u verklaard voor de als radio opnieuw. Als er iemand een duivel is, is het u die duivelse, demonische, luciferische, corribantische muziek produceert. Dat en trouwens, beste mensen. De stem van de duivel, meneer Van Malen. Het is totaal contradictorisch. Dat is een man van niet een dansing geweest. Ingewikkeld, dat is een mens geweest die dus acht dansings uitgebaat heeft. En die spreekt dan nog over geluid, over decibels. Hey? Speelt hoeveel... muziek in ja, maar kan me niet schelen wat de uitspraak is. Ik zeg gewoon decibels. Hoeveel decibels heb u ooit geproduceerd? De stem van de duivel zegt tegen meneer Van Malen... Meneer Van Malen, noteer dat, dat moet genoteerd worden. Die kallens van de markt... Het zijn uw woorden. Ja. Ik moet die kallens op de markt eens gaan pesten. En dat doe ik dan. Dat is juist. Zo hebt u verklaard voor de radio. Wat is er verkeerd aan? De stem van de duivel... Het is toch spontaan? Heb je nog van die contacten met de duivel? Ik zou graag bijleren. Misschien kan ik nog het een en ander. Op het gebied van intelligentie kunt u niks presteren, man. We gaan de discussie even rusten. Onmogelijk. Even rusten, meneer Van. En alles wat u zegt is irrelevant. Ja, maar even rusten, niet significant. Maar u bent een vies papatje, nietwaar? Ja, die een klein beetje wel centraal staan, omdat je cognitief, begrijp dat woord? Cognitief. Meneer Van niks aan kunt. En dan ga je ook de kunst gaan attackeren. Nu moet u voor de correctionele rechtbank. U bent een blasfemisch... U bent een blasfemisch... Pardon. Zijn weg. De discussie is u bent een blasfemisch mens. Geen discussie mogelijk. Blasfemisch mens. Laten we gewoon mee stoppen. Kom. Dit heeft geen enkele zin. Dit heeft geen zin, meneer Van. We hebben een poging gedaan. Excuseer.